Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Volgens mij heb ik niet eens gevlogd deze week. Maar ja, weet je, ik ga mezelf niet, zeg maar, ik wil geen druk voelen van, ik moet per se vloggen en die dagen dat ik niets te doen heb, ja, dan heb ik gewoon letterlijk niks te doen. Dus dan worden het misschien wat kortere vlogs, maar dan blijf ik het wel een soort van doen en ook leuk vinden. Maar ik heb afgelopen week, ik heb sowieso dinsdag die vlog online gezet. Oh, wat even lippen wel zo'n. Laatste tijd niet normaal droge lippen. Ik had sowieso dinsdag die vlog online gezet. En woensdag was Koningsdag. Ik heb niks gedaan, want Roos zit in zijn slaapregressie. En ze zeggen dat sommige mensen zeggen, ja, dat klopt niet. Dat is achterhaald en dat bestaat niet. Nou, ik weet niet wat het dan is, maar iets bestaat wel. Want hij sliep sowieso altijd slecht. Dat weten jullie allemaal inmiddels. Maar dit is wel next level. Hij wordt gewoon om 5 uur wakker. Klaar wakker. Daarna nog elke uur wakker. Hij slaapt pas om 8 uur. Skipt zijn middagdutje. Skipt zijn ochtenddutje. Hij weet gewoon ook heel zielig. Ik ben best wel gewend om moe te zijn. Maar dit is wel echt next level. Nu voel ik het echt in mijn hele lichaam. Dus dat is even wat het is. En ik kan dan gewoon echt niet meer helder nadenken. Ik ben dan zo ongezond aan het eten en weet ik veel wat allemaal. Omdat ik zo... Ja, ik kan dat niet. Als één... Als het niet in balans is, dan merk ik dat aan de andere kant van... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als het niet in balans is, als de ene kant zeg maar moe is... Dan kan ik niet... Ik weet niet. Dat hangt bij mij heel erg samen of zo. Dat eten en alles is dan niet in balans. Maar goed... Ik ga mee met de flow of life en ik laat het gewoon over me heen komen. Het kan gebeuren. De jongen kan niks aan doen en ik kan hem alleen maar helpen daarbij. En het gaat wel weer weg. Dus ik ga nu lekker naar de bakker of zo even wat halen. Want ik heb ontbeten met M&M's en een cappuccino. En ik ga naar kantoor, want ik heb weer hele leuke content ideetjes qua outfits en dat soort dingen. Dus ik hoop dat ik alles vandaag kan filmen. Ach, het is met Roodje gaan zwemmen. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat vindt. En ik moet even zeggen, even random, maar ik vind dus dat, hoe noem je dat? Dat er echt geen leuke zwembaden bestaan voor kids, voor peuters. En het ziet er gewoon allemaal niet uit. En wat ik ook gewoon niet begrijp is waarom je altijd zo lelijk licht hebt in zwembaden. Waarom is het niet gewoon een heel leuk dat je er komt en dat je je echt even begeeft in, weet ik veel, op Bali of Ibiza. Of dat het gewoon, begrijp je wat ik bedoel? Waarom zijn zwembaden niet op die manier ingericht? Begrijp het niet. Je hebt wel wat dingen, maar vaak zijn het voor volwassenen. Maar dan denk ik, ja, maak het lekker donker, sfeervol, palmboompjes. Ja, zoveel dingen die je kan doen. En dan kom je echt van die vieze tegels. Het stinkt. Anyway, ik ben aan het zeuren. Ik ga even wat halen en kom ik zo terug. Zo, merk ik dat ik op de zeiktoer ben. Dan gaat dit ook niet. Maar ik vind dus die bakkers in Nederland, niet altijd trouwens, sommige zijn echt vet lekker. Dat vind ik gewoon over het algemeen. Dat is echt best wel suf. Dan denk ik, ja, als je naar Frankrijk of zo gaat, dan is het zo next level wat ze daar hebben. Qua brood, maar ook gewoon... gebak en weet ik veel wat. Dat is gewoon niet normaal. En hier moet je het doen met een rondo. Of een rombo. Dat is trouwens niet waar, want je hebt ook echt hele goede bakkers in Nederland. Maar niet overal. Ik ben het zo uit zeker. Ik kreeg trouwens ook de vraag van vorige video. Nog niet op gereageerd. Maar iemand vroeg volgens mij wanneer ik eventueel een tweede zou willen. Mocht het allemaal weer zo makkelijk gaan en zo. Ja, ik heb dus geen idee. Wanneer weet je dat? En ik heb ook het idee dat bij mij zijn genoeg mensen in mijn omgeving die weer aan een tweede beginnen. Waarvan het eerste kindje nog jonger is dan Ro. Ook ietsje ouder dan Ro. Maar ja, dan denk ik, sorry, maar ik ben daar gewoon echt niet klaar voor. Maar dat kan ook komen doordat ik eigenlijk een soort van fulltime moeder ben. En ook daarnaast werk. En omdat ik misschien nog steeds borstvoeding geef. Ik kan me voorstellen dat het wel makkelijker zou zijn wanneer je je kind af en toe naar de opvang brengt. Of wanneer je flesvoeding geeft of wat dan ook. Dus dan is je kind ook minder afhankelijk van je. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer je dat allemaal niet hebt, dat het misschien makkelijker is om eventueel aan de tweede te beginnen. Ja, maar ik kan dat gewoon niet. En ik ben nu pas, denk ik, oké, nu voel ik een beetje mezelf. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb zin om te werken. En ik heb zin ook om naast het moederschap ook weer gewoon die land te zijn. En dus ik heb gewoon respect voor vrouwen die gewoon denken, oké,
ging gewoon weer aan de tweede. En we houden alle ballen hoog. Weet je, want ik weet ook dat het in de praktijk niet altijd zo is. Maar ja, hoe weet je dat? Wanneer ben je er klaar voor? Ik heb zelfs nog even gedacht, dan wil ik wel een tweede. En dan denk ik, jawel, ik wil het wel. Het gevoel is er. Maar als ik dan denk, oké, hoe ga ik dit in de praktijk doen? Dan denk ik, dan heb ik een beetje paniek, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik wil er nog even niet aan denken. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer vervelend. Want ik wil ook niet dat er te veel leeftijdsverschil zit tussen Ro en de tweede, snap je? Dus ja, dat is het een beetje. Tussen mij, mijn broer en mijn zus zit 5 jaar. Mijn oudere zus 3 jaar. En tussen mijn zusje 7 jaar. Dus dat is best wel veel. Maar goed. Let's go, let's go. Geen kermis, let's go. 3, 2, 1. Glamour zit erop. En ik ben vandaag voor een beetje natural look gegaan. I really like it. Deze lipstick is zo mooi, is van Tom Ford. In de kleur Cherie. Ja, mat lipkleur Cherie. Nou, ik heb hier wat outfits klaargezet. Dit vind ik een leuke look met boots. Nou ja, nu het nog een beetje koud is, kan dit nog, vind ik. Dit is echt een zomerlente look. Dit kan ook voor lente. Dit is echt een heel mooi setje. Die laarzen zijn echt prachtig. Daar heb ik ook nog een setje met een heel leuk tasje van Chanel. Face ID. Nou, zo dus. Zo ziet dat er. That is how it looks like. Nou, dan ga ik hier staan. En dan gaan we filmen. Dus dat ga ik nu doen. Ik vind make-up echt mooi. Ik wilde nog wat laten zien. Dat trouwens echt super mooi is. Maar wel alleen wanneer je dus van een hele lichte dekking houdt. Dit van deze van Shiseido. Deze. Is echt heel mooi. Ik heb kleur 325. Maar het is wel heel sheer. Dus het is bijna een getinte dagcreme. Zo kan je het zien. Maar wel als je een klein beetje mixt met een dropje. Echt een mini druppel foundation. Is het echt heel mooi. En dan heb je echt zo'n non-cakey huid, weet je wel. Anyway, oké, ik ga beginnen. Ik ben net klaar. Ik hoor nu alweer dat Ro niet slaapt. De thee is gewoon ijs tegenwoordig, maar this is the mess. Normaal gesproken ruim ik het altijd heel erg op, maar ik denk nu dat ik naar huis moet. Ja, omdat Ro niet slaapt en ik merk dat Ahmed altijd, dit is echt, hij heeft het niet door, altijd wanneer Ahmed zeg maar met hem is, krijg ik altijd een appje met, zit hij wel lekker in zijn vel? Ja, hij zit hartstikke lekker in zijn vel, hij heeft gewoon een slaapregressie of dan weet hij gewoon niet hoe hij met de situatie misschien moet omgaan of zo. Maar dan zegt hij, zit hij wel lekker in zijn vel? Dan zeg ik, schat, hij zit 9 van de 10 keer zit hij lekker in zijn vel. En toevallig altijd wanneer die bij hem is, zit hij niet zo lekker in zijn vel. Roodje, we hebben jouw haar geknipt. Papa heeft jouw haar geknipt. Kijk, laat ze even zien. Laat ze even je haar zien. Nee? Wauw! Heel mooi! Mijn god, het is gewoon zo koud. Maar ik heb een hemdje en een spijkerjasje aan. Het is zo koud. Ik ga naar... vandaag is het vrijdag en ik ga even kantoor, want al mijn spullen liggen daar. Dus ik ga even snel een mini klem doen, even dat ik me een beetje wakker voel. En even omkleden en dan heb ik daar überhaupt al kleren. Ja, ik heb daar wel kleren. Even omkleden en dan ga ik richting Amsterdam. Ik heb een afspraak bij Rademakers in Kindersbergen. Voor een controle van mijn Invisalign. En ik moet eigenlijk nog maar deze week. Zo, neem even je ruimte, jongen. Ik moet deze week even nadenken. Ik zit bij week 11. 11, 12, 13, 14. Dus nog 4, 3,5 week, zeg maar. En daarna is het, want door die attachments, wat ik echt een soort van lijmlaag eroverheen. Dat verkleurt snel en dat kan je ook niet wegpoetsen. Dus dan gaan ze hem bleken. En als ze hem gebleekt hebben volgens mij, dan gaan ze hem even wat rechter zetten. Even een beetje hier en daar wat schaven. En dan ben ik klaar. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Daarna heb ik een afspraak bij Nielsja, dus bij de Beauty Lab Amsterdam. Om mijn wenkbrauwen te lemoneren. Daar heb ik zoveel zin in. Dat scheelt zo ontzettend veel tijd. En het chillen daarvan is het, dat wist ik niet. Ik dacht als je een soort van wenkbrauw lamination doet, dat het dan
heel hard zou blijven, maar dat is het niet. Je kan gewoon je wenkies heen en weer bewegen. Maar je kampt ze gewoon en ze zitten gewoon perfect in het model. En dan 5-6 weken lang. Dus dat is echt relaxed. Je moet ze wel 2 keer per dag, dus 's ochtends en 's avonds, even met een beetje conditioner. En een soort van, hoe noem je dat? Een spoolie. Wenkbrauwborstel. Moet je ze even kammen, maar het is echt heel chill. En ik heb het idee dat het een beetje de bol lift of zo. Het geeft een heel mooi lift effect. Dus dat. En ik ga even kijken of ik tussendoor nog even naar Donsje kan. Om even wat leuks te scoren voor Ro. Vandaag heb ik een nieuwe foundation geprobeerd van NARS. Let niet op hoe ik mijn ogen heb opgemaakt. Het ziet er niet uit, want ik had vet weinig tijd en ik kon de spullen niet vinden. Maar ik heb dus vandaag de foundation gebruikt van NARS. Oh, Shakewell. Ik weet niet of ik dat heb gedaan. Light Reflecting Foundation. En so far ziet het er heel mooi uit, vind ik. Oké, ik heb even snel dit aangedaan. Trui is van The Room Antwerpen. Of Antwerp. Broek is van Gina Tricot. En mijn sneakers in New Balance. Ik krijg super veel vragen over deze jas, maar dit is gewoon een Zara oude collectie. Ja, that's it. Oké, ik ga nu wegrijden. Wat is nou hier voor een teken? Oh, de deur staat open. Maar goed, ik zou het eens hebben over human design. En het boeit me niet wat je hiervan vindt. Dit moet je gewoon checken. Het gaat niet eens meer... het moet je niet eens boeien of je interesse in hebt, ja of nee. Je moet het gewoon doen, klaar. Je kan je human design... Je hebt dus 4 verschillende soorten mensen. En 4 of 5. Nou, de 1 is bijvoorbeeld... de types die je hebt, dat zijn reflectors... Dat is maar 1% of minder dan 1% van de bevolking. Die zijn echt super uniek. Dan heb je generators. Die zijn, als het goed is, ongeveer 60% van de bevolking. Zijn generators. Dan heb je projectors. Roman is een projector. Dat zijn er niet veel. 10% of zo. Generators en manifesting generators. Generators, grotendeels van de bevolking, is een generator. Manifesting generators is ongeveer 30%. Ik ben een manifesting generator. Dat is een beetje een hybride type tussen een manifester. Manifestors heb je trouwens ook. En generators. Wij zijn natuurlijk een soort van... we zeggen wel dat iedereen zeg maar uniek mag zijn en zichzelf mag zijn. Maar eigenlijk in de praktijk willen we het liefst dat iedereen gewoon denkt zoals wij denken. En dat iedereen gewoon op ons lijkt. En dingen doen zoals wij het verwachten. Dus er is eigenlijk niet heel veel plek voor... authenticiteit. Ook al denken we van wel, ook al willen we het eigenlijk wel. Even kijken wat voor type je bent. Dat is, kan je kijken via My Body Graph. Moet je even googlen. Maar het is dus wel zo dat ook al zie je je type, ook al zie je wat je bent, je moet het nog kunnen lezen. Want het ziet er heel ingewikkeld uit. Je ziet echt een mens met allerlei verbindingen, met verschillende chakra's en weet ik veel wat allemaal. Elk cijfer staat voor iets. En dit is echt geen spierwier, dit klopt gewoon. Dus ik ben een manifesting generator en ik luister naar de podcast. Dat is ook wel interessant. Het heet D. Luna. D. Dag Luna. En zij leggen precies uit wat human design is. En ook per type gaan ze er best wel diep op in. Dus 1 aflevering gaat over bijvoorbeeld manifesting generators. En ook over generators en projectors en bla bla. En het is dus zo, dus manifesting generator. En ik herkende dit zo erg. Ik voelde me eigenlijk zo goed dat ik dit ook... dat ik dit had gecheckt. Want wat die meiden dus zeggen is dat ze, wat die vrouwen dus eigenlijk zeggen, is bijvoorbeeld een manifesting generator heeft nooit 1 interesse. Dus een manifesting generator is volgens de buitenwereld all over the place. En vaak denken mensen ook dat een manifesting generator, en zij zelf denken dat vaak ook. Dit vond ik zo ziek. Dus dat ze ADD hebben. Maar dat hebben ze dus helemaal niet. Nou, ik heb een boek gekocht, hè, over ADD. Omdat ik dacht dat ik dat mijn hele leven had, omdat ik me niet wil en ook niet goed kan focussen op 1 ding, maar op een soort van meerdere dingen. Dat mensen dus denken van, oh, weet je, die proberen maar wat. Die zijn all over the place. Maar die hebben echt oprecht, dat zeggen die vrouwen dan, echt oprecht verschillende interesses. Dus bijvoorbeeld, ik vond het wel grappig, zij had het dan over een vrouw die ze kent, die dus makelaar is, maar dus ook edelstenen verkoopt. En dus gewoon compleet uiteenlopende hobby's en interesses. En dat heb ik ook voor mijn gevoel. Want ik ben aan de ene kant bezig met... Ik vind het heel leuk om fashion beauty te doen. Maar ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld even een boek te schrijven. Ik vind het ook heel leuk om, weet ik veel, misschien een business te starten. Dus ik heb ook best wel veel verschillende dingen in mijn leven gedaan.
En ja, iemand die mij niet goed kent, die zou echt denken, waar is zij allemaal mee bezig? Maar we zijn gewoon zo gewend dat je zeg maar één ding moet hebben. En dat als je daaraan begint, moet je het afmaken en daarop focussen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus ik voelde echt zoveel herkenning. En dat ik helemaal niet mezelf hoef te beperken tot één ding. Maar dat ik gewoon 5, 6 verschillende dingen kan doen. En ik schaamde me er altijd een beetje voor. Omdat ik dacht, ja, het is toch raar als ik nu in één keer een boek uit zou brengen. Dat past toch niet bij het plaatje. Want ik doe toch eigenlijk gewoon fashion en beauty en snap je? Maar ik kan ook super enthousiast zijn over voeding of over een podcast. Of over zelfs over, nooit echt hardop gezegd, maar documentaires maken. Beelden, camera's, sfeerbeelden en hoe je dat overbrengt. Een verhaal vertellen. En ja, ik heb eigenlijk ook journalistiek gedaan. Zo ver ligt dat niet van me af. Maar als ik daar nu iets mee zou doen, zou dat wel raar zijn. Dus ik kan me voorstellen, zij is ook voor de buitenwereld lijkt het alsof ze gewoon niet weten wat ze willen en achter het geld aangaan en dus daardoor maar verschillende dingen doen. Maar vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk al heel veel verschillende interesses en ik voelde me gewoon chaotisch, all over the place. En zo van, oh, waarom kan ik gewoon niet mijn aandacht bij één ding houden, weet je wel? En ik weet dat Ahmed ook heel vaak denkt, ja, wat wil je nou? Jij wilt allemaal. En dat ze van veranderingen houden en niet van routine. En dat ze heel veel vrijheid moeten hebben. Anders voelen ze zich beperkt en dat routine echt killing is. Nou heb ik toevallig een tato over routine. En dat voor mij echt killing is. En dat is toevallig zo'n Japanse, waar heb ik hem? 4 jaar gezien. Deze Japanse tattoo is eigenlijk, heeft te maken met routine. En toen dacht ik, oh, it all makes sense. Het klopt gewoon allemaal. En ik vertel nu het gewoon heel globaal, maar het is zo. Ik ga straks die van Ahmed luisteren en dan ook die van Roman luisteren. Roman is een projector, dus best wel, toch een beetje uniek. En dat idee, en het is zo grappig, en dit heb ik ook altijd gezegd over Roman. Ik heb altijd het gevoel dat moeders hun kinderen al heel goed kennen. Als ze in de buik zitten, als ze uit de buik zijn. Ik heb het idee dat ik al weet wie hij is straks. Zonder dat ik daar verwachtingen bij heb. Zonder dat ik denk, zelfs wat voor struggles hij tegemoet gaat. Ja, ik weet niet. Je hebt zo sterk het gevoel dat je dat al weet. En misschien herkennen moeders zich hierin. Maar ik voelde me gewoon heel erg oké. Want het is heel erg oké dat je verschillende interesses hebt, fouten maakt. Dat je dit probeert, dat probeert. En dat je ook dus human design vertelt dus ook wat voor persoon jij bent en hoe jij moet reageren op bepaalde situaties. Bij mij stond er bijvoorbeeld dat het beste is om met mijn gut feeling, zeg maar, per direct een beslissing te maken. Dus of mijn lichaam letterlijk en fysiek naar iets toe beweegt wat mij dus zeg maar enthousiast maakt. Of juist dat ik denk, nee, dit is het niet. En ik moet dus beslissingen maken op gevoel. Later mijn keuzes niet rationaliseren achteraf. Maar sommige mensen is dat niet zo. Dus soms is het belangrijk dat mensen zeggen, ja, wat wil je nou? Je moet met je gut feeling denken. Dat is dus niet bij iedereen zo. En dat heb ik altijd gezegd dat het wel zo is. En ik zei tegen Ahmed elke keer van, hij heeft trouwens hetzelfde. Maar ik zei wel, je kan het eigenlijk niet zomaar tegen iemand zeggen van, nou ja, wat voel je, wat was je eerste reactie? Sommige mensen moeten gewoon een dagje, 2 dagen of een weekje ergens goed over nadenken voordat ze een beslissing moeten maken. Dat heeft dus te maken met of je hier de sterker bent of welke chakra volgens mij sterker is. Of je chakra's verbindingen hebt met elkaar. En het is ook nog eens zo, dat vind ik echt, ik ga hier vet lang over door, maar het is ook nog eens zo dat wanneer een stukje, je hebt dus verschillende, je ziet je human design chart, dat is in de vorm van een menselijk lichaam. En dan zie je bijvoorbeeld verschillende plekken met allerlei verschillende nummers en allerlei verschillende verbindingen. Sommige plekken zijn leeg en sommige plekken zijn vol met kleur. Die lege plekken, dat zijn dus plekken die die je van buitenaf nodig hebt. Laten we zeggen dat jouw throat, jouw nek, dat is jouw halschakra, hoe zeg je dat hier, dat die leeg is. Die staat dus voor communicatie, zelfexpressie, jezelf goed kunnen uiten, dat soort dingen. Als je dat dus niet kan, haal je dat dus van buiten. Dus dan omring je misschien wel het liefst met mensen die dat dus wel kunnen, omdat dat jou aanvult. En zo heb je dus ook je ego, je creativiteit, je depressies, je emoties.
of jij wel waardig genoeg bent. Dus als jij best wel een beetje onzeker door het leven gaat, dan trek jij dus misschien mensen aan die juist super zelfverzekerd zijn, snel beslissingen durven te maken, vol zijn van zichzelf, zelfverzekerd zijn, sterk in hun schoenen staan, nuchter zijn. En zo kan je dus ook kijken naar of jouw partner geschikt voor je is. En vaak is het zo dat wanneer jij dus iemand aanvult, of andersom, dus wanneer je elkaar aanvult, omdat jij bepaalde lege plekken hebt en diegene heeft dus gekleurde plekken. Ze zeggen dan dus vaak dat ontstaat er een spark. Maar wat is een spark? Een spark is natuurlijk een vonkje. En ze zeggen dus dat er ontstaat letterlijk een energetische vonk, die wij dus niet kunnen zien, waardoor jij je zo aangetrokken voelt tot een ander. En je kan heel vaak je vinger niet opleggen wat het is. Maar dat komt dus omdat je bepaalde energetische verbindingen maakt die elkaar dus aanvullen. En nou ja, allemaal super, super interesting. Check je Human Design Chart. Verdiep je er echt dik in. En kijk zelf maar of het klopt. Ik weet 1000% zeker dat het heel erg gaat kloppen. Er zijn ook mensen die een reading doen. Dus echt maar echt een specifieke reading voor jouw Human Design Chart. Dat kan je ook checken. Niet heel goedkoop, maar ik begrijp wel waarom dat duur is. Want het is super veel info. Het is zo specifiek. Dit gaat veel verder dan astrologie. En het is ook een combinatie van Kabbala, astrologie, boeddhisme en nog iets. Ik weet even niet meer wat. Check het even. Verdiep je erin. Als je geïnteresseerd bent, check Spotify en dan De Luna. Want ik voel me zoveel lichter. En ik heb het gevoel dat ik mezelf zoveel meer kan omarmen hierdoor. En dat ik denk, oké, ik ben niet chaotisch. Ik heb geen ADD. We zijn gewoon zo geconditioneerd om op een bepaalde manier zogenaamd te leven. En lineair te gaan leven. Maar zo werkt dat gewoon niet. Tenminste, niet voor iedereen. En bijvoorbeeld, en heel even, hier hou ik over op. Maar Projector bijvoorbeeld, Roman. Zij horen niet 8 uur lang per dag te werken. Dat is gewoon too much voor hen. Vaak zijn dat soort van leiders, leidinggevende personen. Mensen die, ja, leiders, leiding geven. Die dus heel goed inzien waar iemand past. Oké, dit zijn jouw kwaliteiten en dat zijn jouw kwaliteiten. En die kunnen dat heel goed inzetten. Maar zelf moeten ze niet meer dan 2-3 uur per dag goed volop hard werken. Dus 2-3 uur max is de focus. En voor de rest is dat gewoon killing voor hun levensenergie om altijd maar aan te staan. Dus zij moeten het weer rustig aandoen. Maar die 2-3 uur dat ze werken, zijn ze mega productief en gewoon hyperfocus. Ik ben mijn Nielsja. Hi! En ik krijg super veel vragen waar ik mijn wenkbrauw dus doe. Maar het is Beauty Lab Amsterdam. De Beauty Lab Amsterdam. Ja. Je kan anders je ogen sluiten, want dit kan een beetje prikken in je ogen. Oh, je geur verdwijnt wel, ook wel weer snel. Ja. Eerst even een putlucht en daarna gaat het licht. Nou, dan gaan we even wachten. Even kletsen. Gaan we even roddelen. Je alter ego is... Zo netjes. Het is wel donker nu, maar dat wordt lichter met een paar dagen. Maar kijk even hoe... Netjes. Thanks, babe. You're welcome. Wat voor dingen heb ik? Want je hebt verschillende behandelingen. Dit is de... Brow Illumination en dan de Signature Style. Signature Style. Mag je hier willen komen. Oké, ik ga naar huis rijden. Dit zijn mijn wenkies. Je moet even niet letten op de witte concealer en dat mijn make-up eraf is en dat het te donker is nog. Maar met een paar dagen wordt dat lichter, maar even de vorm en gewoon, het voelt gewoon letterlijk gelift of zo. Het voelt gewoon heel lekker. Ik heb trouwens weer voor het eerst in weet ik veel hoeveel jaar file geparkeerd. Terwijl ik dat echt niet kan, maar ik had nu geen keus. En ik ben er tweede keer ingekomen. So, I'm proud of myself, I have to say, you know. Oké, ik ga nu naar huis rijden. Ik hoorde net dat Ro totaal niet heeft geslapen. En nu pas na 12.000 stappen in het draagstok slaapt. En bij Ahmed, dus ja. Yeah. I'm home. Oh, ik ben thuis. En Ahmed heeft echt zo lekker eten gemaakt. Maar ik zal het even niet laten zien totdat er allemaal voorbij is. Dus volgende vlog ga ik weer even eten laten zien. Maar wat zou ik zeggen, ik heb er 2,5 uur over gedaan om Roman naar bed te krijgen. Dus 8:30 viel deze jongen in slaap. Of nee, dat is niet waar. 1,5 uur heb ik over gedaan. Ik ben nu Anna Nushin's serie aan het kijken op Prime, geloof ik. Ik wist niet dat we Prime hadden, maar blijkbaar hadden we dat gewoon. En ik ben net begonnen, dus ik ben benieuwd hoe en wat. Oh, cool. Magic guys. No one's wrong. Very
I can just tell you a little bit of my story and the Intarable. I've been with Intarable since we started. Ben lekker met Mootje en mijn oom, the Mean Girls. Can I sit with you? Can I sit with you? Things done. So it's not going to be like overnight, like, oh, I found this out about myself. I'm quitting my job. I'm doing this. I'm doing that. Lekker rippy. Met kreukel, friet uit de oven. Maar ik vind mij ook wel een beetje skeer. Ja, ik heb ja. Lekker hoor. Zeker. Ook nog zeker. Wat wordt die? Kom, waarom heb je dit uitgedaan? Dat is echt niet normaal. Lekker. Ja, oké, dat dacht ik al.